van harte welkom. We hadden eigenlijk voorzien dat het mooi weer zou zijn en dat de zon zou schijnen, maar dat is niet helemaal gelukt. Wij zijn heel erg blij dat we deze bijeenkomst kunnen houden. Jos heeft al een paar mensen en een paar families met nadruk welkom geheten. Ik wou daar nog iets aan toevoegen. Ik ben heel erg blij dat hier aanwezig is Gerrit Jansen van projectontwikkelaarsbedrijf, moet ik geloof ik zeggen, Zuiderland. Zonder meneer Jansen was het niet gelukt om dit pandje te bewaren en wij zijn er hartstikke blij mee. We staan vandaag in Beek voor het monument. Kunt u daar eens wat meer over vertellen? Ja, dat, op de eerste plaats dat ik apetrots ben. En we zijn eigenlijk een jaar of 25 geleden al hebben we gehoord wat voor een bijzondere gebeurtenissen zich hier hebben voorgedaan. U hebt het verhaal globaal gehoord. Het was een huis waar een gewoon gezin uit Beek woonde. En de zolder was verhuurd aan een Duitse jongeman die hier was komen wonen omdat hij op de Maurits als mijnwerker werkte. We hebben het me net verteld. We hebben onderzoek dan gedaan. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik moest een profielwerkstuk onderzoek doen. Dat heb ik gedaan voor het vak geschiedenis. Na zoek op Google kwam ik hier zeg maar achter. Ik wist al dat dit er eigenlijk woon, maar eigenlijk ben ik er nooit verder op doorgegaan. En nu dat ik aan je ben ik gewoon googlen in contact met de heer Van Rens. En toen is eigenlijk het verhaal gewoon lopen wie het woord en is het tot dit gekomen zeg maar. En wat hebben ze dan vanuit de familie metgekregen van dat verhaal? Want wat heeft je getriggerd om dat te gaan onderzoeken? Toch wel een beetje ja, de naam. De eigen overgrootvader wat een rol heeft gespeeld, die is toch wel voor mij de reden geweest om daar onderzoek naar te doen. Vooral omdat het toch een verhaal is wat niet vergeten mocht weer eigenlijk, vind ik dan. En wat ben je nog meer tegengekomen, boete dit dan? Dat er ongeduld heeft gezeten. En ja, vooral het verhaal dat er Manela heeft geholpen. Dat er verder de oorlog, dat ze er allebei overleefd hebben. En zo nog dingen wat er omheen allemaal zijn gebeurd. Ook hier een heel groot gedeelte van de geschiedenis van Beek natuurlijk. Dus, en daar heeft meneer Van Rens mij daar heel goed mee geholpen. Dus daar wou ik ook een dankwoord naar hem moeten doen. Voor de hulp. En wat voor een punt heeft het uiteindelijk opgeleverd op school? Een 8. Dus dat is wel de moeite waard. Hoe speciaal is het dan dat een achterkleinkind naar u toe komt? Ja, dat was prachtig. Ik wist helemaal niet dat er nog familie van Frits Linke woonde in de buurt. En toen kreeg ik op een gegeven moment een mailtje van Tim Linke. En die schreef, u zult me wel niet kennen, maar ik ben de achterkleinzoon van Frits Linke. En ik heb op internet gezien dat jullie met Frits Linke, dat jullie daar iets doen in Beek, dat verhaal vertellen. En hij moest een profielwerkstuk maken. Hij zit op de eindexamenklas van het VWO. Hij moest een profielwerkstuk maken. En toen hebben we samen gepraat over hoe hij een profielwerkstuk kon maken over die episode in de Tweede Wereldoorlog. De burgemeester van Beek, vandaag is de plaquette onthuld. Hoe belangrijk is zo'n monument voor een gemeenschap? Ja, zo'n monument is heel erg belangrijk voor de gemeenschap. Het is een teken van historie, wat mensen verbindt, maar vooral hier een symbool voor het verhaal waar het voor staat en wat zich allemaal heeft afgespeeld tijdens de Wereldoorlog. En ik denk dat dat een verhaal is, een boodschap is die de moeite waard is om te blijven vertellen. En daarmee staat dit pand ook eigenlijk gewoon symbool daarvoor.